Kohlrabi behoort tot de kruisbloemenfamilie of Brassicacea. De soort Brassica oleracea. En de variëteitengroep Congylodes. Bij de soort Brassica oleracea horen ook broccoli, witte en rode kool, spruitjes, boerenkool, bloemkool en savoiekool. Kohlrabi is een tweejarige plant die geteeld wordt voor zijn knol. Dat is een verdikking van de stengel. De planten vormen weinig bladeren en de knol blijft sappig en krokant. Er bestaan verschillende rassen die we onderscheiden aan de hand van de grootte en de kleur van hun knollen. Sommige zijn vroeg rijp, andere zijn late rassen die geschikt zijn voor bewaring. Bestuiving bij alle kolen van de soort Brassica oleracea. De bloemen van de soort Brassica oleracea zijn tweeslachtig. Dit wil zeggen dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen dragen. De meeste koolrassen zijn echter niet zelfbevruchtend, ofwel autosteriel. Stuifmeel afkomstig van de ene plant kan enkel bloemen van een andere plant bevruchten. Om een goede bestuiving te verzekeren, kan je dus het best meerdere planten naast elkaar telen. Het zijn insecten die zorgen voor de bestuiving. Op deze manier garandeert de natuur een brede genetische diversiteit. Alle variëteiten van de soort Brassica oleracea kunnen met elkaar kruisen. Daarom kan je de zaaddragers van verschillende kolen beter niet naast elkaar telen. Om kruisingen te vermijden, laten we minstens 1 kilometer tussen twee rassen van de soort Brassica oleracea. 500 meter volstaat als er zich tussen de twee rassen een natuurlijke barrière bevindt, zoals een haag. We kunnen de rassen ook van elkaar scheiden met behulp van tunnels of kooien van insectengaas. Die kan je ofwel permanent gesloten houden met hommelnesten erin, ofwel beurtelings openen en sluiten. Raadpleeg voor meer details de module over isoleertechnieken in het ABC van de zadenteelt. Teeltcyclus. Tijdens het eerste jaar telen we zaaddragers van bewaarrassen op dezelfde manier als planten die voor consumptie bestemd zijn. Ze vormen hun knollen in het eerste jaar en gaan na de winter bloeien. Koolrabi's die te groot worden of openbarsten aan het eind van de herfst komen niet goed de winter door. Daarom zaaien we in de meeste streken zowel de vroege als de bewaarrassen tijdens de maand juni of juli. Thank you.
Selecteer in de herfst 30 planten om voldoende genetische diversiteit te garanderen. Daarvan willen we er in de lente 10 tot 15 overhouden voor de zadenteelt. Bewaar alleen zaad van gezonde planten die je gedurende het hele groeiproces hebt geobserveerd. Zo leer je alle kenmerken van het ras kennen. De kwaliteit van de knol, de groeikracht en groeisnelheid, ziekteresistentie, goede bewaring of juist vroege rijpheid en winterhardheid. De zaaddragers kunnen in de kelder overwinteren. Snij de zijbladeren weg, zodat alleen de centrale bladeren overblijven. Bewaar de knollen vervolgens in zand of in potten. Tijdens het overwinteren gaat koolrabi minder gemakkelijk rotten dan kolen met kroppen. In streken met een zacht klimaat kunnen de zaaddragers buiten in de grond blijven, want ze verdragen temperaturen tot min 7 graden Celsius. Koolrabi heeft het liefst droge winters. Minder sappige knollen kunnen beter tegen de vrieskou. In de lente, zodra de strenge vorst geweken is, kan je de ingekuilde koolrabi's opnieuw buiten uitplanten. Zorg ervoor dat 2/3 van hun volume onder de grond komt te zitten. Al snel komt de bloeistengel tevoorschijn, die daarna gaat bloeien. Bloeistengels die dreigen om te vallen of te breken, hebben ondersteuning nodig. Oogsten, dorsen, schonen en bewaren voor alle kolen van de soort Brassica oleracea. Het zaad van de kool is rijp als de houwe beige kleuren. Die lijken op kleine erwtenpeultjes. Zodra ze rijp zijn, springen ze gemakkelijk open en verspreiden zo hun zaad. Meestal rijpen de verschillende stengels niet allemaal even snel. Om geen zaad te verliezen, kan je ze dus het best afzonderlijk oogsten, zodra de houwen rijp zijn. Je kan ook de hele plant oogsten voordat alle zaden rijp zijn. Om het rijpingsproces te voltooien, laten we de planten drogen op een goed verluchte en droge plek. Beschut tegen direct zonlicht. Zodra je de houwe gemakkelijk met de hand kan openbreken, kan je het zaad dorsen. Leg de houwe op een zeil of een stevig doek en wrijf ze stuk of sla erop tot ze opengaan. Je kan ze ook in een zak steken en daarop slaan, tegen een zachte ondergrond. Grotere hoeveelheden kan je ook vertrappelen of eroverheen rijden met een voertuig.
houwen die moeilijk opengaan bevatten waarschijnlijk onrijpe zaden die slecht kiemen. Kies voor het schone eerst een grofmazige zeef die de zaden doorlaat, maar grote resten tegenhoudt. Gebruik daarna een fijnmazige zeef die het zaad tegenhoudt en de fijne restjes doorlaat. Verwijder tenslotte de laatste restjes door op het zaad te blazen. Je kan ook een beroep doen op de wind. Alle zaden van de koolsoort Brassica oleracea lijken erg op elkaar. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk zaad van witte kool van bloemkoolzaad te onderscheiden. Daarom is het belangrijk de zaaddragers en het gewonnen zaad van een etiket te voorzien. Schrijf daarop het ras, de soort en het productiejaar. Schakel ongewenste parasieten uit door het zaad enkele dagen in de diepvriezer te leggen. Koolzaden blijven 5 jaar lang kiemkrachtig, soms zelfs tot 10 jaar. In de diepvriezer kan je het zaad nog langer bewaren. Afhankelijk van het ras telt 1 gram 250 tot 300 zaadjes.